ben niet de enige die niet kan slapen, want ik lag voor mij doen gisteren vannacht op tijd op bed. Moe? Ja, heel erg moe. Maar slapen? Hou maar. Je ligt maar te woelen, je ligt maar te draaien, je ligt maar te doen, dit, dat. Karin, die kon niet slapen. En of je nog pijn hebt, dat maakt niet uit. Als je pijn hebt en je slaapt, dan voel je de pijn niet, weet je. Maar je ligt maar te woelen en te draaien en dit. En dan weer die zij en dan moet je weer zitten. Want ik, ja, gaat het even niet? Nee, dus. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is wel alweer laat, eerder ik aan mijn bed kom. Maar ja, ik ben vannacht wel ergens achtergekomen. Dat ik niet de enige ben die dat heeft. Maar daar kom ik zo op terug. In eerste instantie. Welkom, dat zei ik al. Maar het is vandaag alweer een... Ja, inderdaad. Vrijdag, de eerste van de 12e. 2023. Dus we hebben nog 31 dagen te gaan met deze dag erbij. Dat we in 2023 zitten en dan gaan we weer over naar 2024. En dan zullen we zien wat er teweeg gaat brengen aan het einde van dit jaar. Want er staat deze maand heel wat te gebeuren. Niet met mij, nee, met de wereld. Net met Nederland en ga zo maar door. Dus ja, we hopen natuurlijk op het juiste, op het goede, noem maar op. Ja, Jan, ik kom zo bij jou retour. En, maar in ieder geval, ja, het is gewoon bizar allemaal. Maar blijf bij jezelf. Blijf bij jezelf, blijf dicht bij jezelf. Gebruik je energie voor jezelf. Stop je energie zo min mogelijk in anderen. Ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan, want ik doe het zelf ook niet. Ja, ik mag graag anderen helpen, maar ja, je weet hoe het momenteel daar mee gaat met anderen helpen. He, je helpt een ander, maar wat is een dank? Stront. Ja, nou, ik doe... Het is de tweede keer in een jaar tijd dat ik er iemand dak boven het hoofd bied en wat is een dank dan? Een stront. Ja, nou nee, dankjewel koekoek, ja. Maar in ieder geval, wat wij vandaag gaan doen, nog een keer daar die takken leggen. Dan moet ik nodig meer drang. En het is al wel weer 15:39. Ja, en ik kom dus net uit mijn bed en daar zou ik terugkomen. Wat heb ik vannacht gehoord? Ik ben niet de enige die niet kan slapen, want ik lag voor mij doen gisteren vannacht op tijd op bed. Moe? Ja, heel erg moe. Maar slapen? Hou maar. Je ligt maar te woelen, je ligt maar te draaien, je ligt maar te doen, dit, dat. Karin, die kon niet slapen. En of je nog pijn hebt, dat maakt niet uit. Als je pijn hebt en je slaapt, dan voel je de pijn niet, weet je. Maar je ligt maar te woelen en te draaien en dit. En dan weer die zij en dan moet je weer zitten. En dan, ja, gaat het even niet? Nee, dus. Nou, Mary kreeg ik net ook al een telefoontje van. Die lukt ook niet.
Maar ook meerdere mensen die ik ook niet kan, die klagen ook stenenbeen. Niet kunnen slapen, hele nacht te wakker. Dan vallen ze in de ochtend in slaap en dan worden ze ergens in de middag pas weer wakker. Ja, heb ik ook. Ik weet niet. Hebben jullie dat ook? Laat het dan ons ook even weten, want ik weet wel dat, dat ik hier niet de enigste ben, dat er meerdere zijn. En dus, maar maakt het allemaal nou niet uit. We gaan gewoon weer door. Die tafel moet ik straks ook weer leeg hebben, want anders kan ik met die takken niet aan de gang. Ja, ook dat nog. Maar het komt allemaal goed. Ik ben gewoon blij dat ik het in huis heb. Ik moet mijn kerstboompje ook nog op de booster hebben. Maar dat is latere zorg. Ik wil eerst dat aan de kant hebben. En ja, ik moet ook een vlog in elkaar zetten. Ook dat moet ik doen. Dus ja, ik heb een hoop te doen. En de meisjes uitlaten. En dat gaan we eerst doen. Dus ja, ze zeggen, geniet gewoon van je dag. Want het is hier prachtig mooi weer. Maar het is wel 1 graden. Geeft hij aan. Ik heb het ook boven gevraagd, was het ook 1 graden. Maar het kan nou inmiddels alweer anders wezen. Kijk even of we vechten. Ja, 1 graden. Nou, dat is dus koud voor onze begrippen. Ja, althans voor mij. Want we zijn er bijna niet meer gewend, hè. Je bent, bijna niet meer gewend. Je bent de echte winter niet meer gewend. Want wanneer is sneeuw in Nederland? Ja, in het midden van het land. Maar ik bedoel hier ook bij de kust. Nou, heb ik vannacht dan een beetje sneeuw gezien. Nou, dat vond ik wel even leuk, hoor. Ja, dat vond ik wel even leuk. Maar in ieder geval. Voor nu gaan we zeggen van, lieve vrienden, geniet verder van je dag. En doe het met een lach. Ik ga er van tussen, ik ga met de meisjes lopen. En straks neem ik jullie gezellig natuurlijk erin mee, als ik met die takken ga beginnen. Maar dan wil ik eerst die tafel even leeg hebben, dus gaat er allemaal weer af. En dan komt tenminste allemaal de spullen die erop staan, gaan eraf en dan komt er een zeil eroverheen. Ja, waar ik het allemaal nog kwijt moet, weet ik niet. Maar dat zien we dan wel weer. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, jullie zien deze takken leggen. Ja, dan gaan we mee aan de gang. Ik moet eerst even nog die trap even weghalen. Die zetten we eventjes in de kamer neer. Die gaat even hier staan. En zo. Kan ook van de week opgeruimd worden. Nou, en de honden eten eventjes hier weg. Die zetten we hier even neer. Zo. En dan moet ik eerst dit touwtje los zien te maken. En ik zal eerst die borst even een beetje verder wegleggen. Ruimte hebben. En hier komen. Dan moet ik even zien of ik het los kan krijgen. Want ik wil het touwtje ook weer herbruiken. En dat gaan we ook doen. Auw! Zelfs hier. Dat is 1. Kijk eens aan. Even een tafel. Huppata. Dan gaan we kijken wat voor takken we hebben. Even. Huppata. Nou, dat is een middelgrote. Die is ongeveer even lang. Halleluja. Dit is een joekel. Appata, kijk, dat is een lange. Dat is een joekel. En die gaat er zo overheen. En die gaat er zo overheen. En dan nemen we die kleinere. Die gaat in het midden. Zo. En dan gaat die weer even terug naar die.
Ja, dan heb ik hier een bos met takken. Maar dat moet vastgebonden worden. Ik hoop dat jullie mij nog zien. Ik zal jullie even bijdraaien. Zo. Ik denk dat het dan wel meer te zien valt. Dan ga ik dit vastbinden. Met touwtje. Dan moet ik eventjes zien hoe we dat het beste kunnen doen. Die gaat daar. Hup. Dan moet ik daar. Ja, hou. Kom. Ja. En nou nog langs die. Hou, kom op. Kom op. Wat ben je nou? Moet die hebben. Ja. Nou, moet die omgedraaid worden. Daar. En draai je maar. Zo. En dan moet er een knoopje in. Zo. En dan maken we nog een knoopje erin. Hij schrikkelt een beetje. Ja, ik had hem eigenlijk. Ik maak hem los. Dat vind ik een beetje te groot. Eventjes weer los. Kom op. Kom op. Ja. Je bent. Moet ik even die aantrekken. Even niet zo eigenwijs. Ja, en dan kan ik hier weer een knoopje maken. Hup. En zo. Ja. En dan pakken we de schaar. Zo. Hup. Touwtje, ik kan daar wel even op. Als het goed is, kan ik hem zo ophangen aan de muur. En dan leggen we hem nou op tafel. Wat houdt mij tegen? Ik kan niet draaien. Oh, takje. Oh. Ik ga er nog een touwtje aan vastmaken. Ja, nog een stukje. Maar ja, in ieder geval. Ik krijg er een lekker een zootje troep ervan, maar dat boeit me niet. Nee. En dus, ik moet nog een stukje touw hebben, denk ik. En dan gaan we die versieren. Hoppata. Dan gaan we die takken gaan we versieren. En dat neem ik jullie ook in mee. Maar dat laat ik wel versneld afgaan. Ja. En dus, maar dat komt allemaal goed.
Ja, hoppatee, jullie zitten vast. Zo. Enkel, ik moet even, ja, de versiering, alles is al beneden. Maar ik moet het even opzoeken uit de hal. Ja, en dan komt het allemaal wel goed. En ik denk dat ik hem nog eventjes een prikje geef met een touwtje. En mijn koffie op drink. Ja, dus ik zet jullie weer even uit. Ik ga eventjes pauze houden. Ja, want het vergt wel veel van me omdat ik voorover zit. En dan, ja, is ook niet goed. Maar moet gedaan worden. Ja, een ander doet het niet. Nee, maar het komt allemaal goed. We gaan straks weer lekker gezellig verder. En ik neem jullie daarin mee. Thank you.
Thank you.
Nou, ik dacht dat ik dat netjes had gedaan, hè? Vind ik van wel, ja. Helemaal perfect. En daar zitten er 20 lampjes in en nog vind ik qua verlichting kaal, ja. Dus ja, had aan deze kant nog wat gemoeten. Maar ja, hij is wel mooi. Of niet dan. Ik zal er nog even wat in hangen, want ik vind het hier nog wat kaal. Maar kan ook gewoon met een slingertje. Ja, dus dat gaan we eventjes erbij pakken. Want ik heb ook nog een zakje met stukjes. Gewoon stukjes. En dat vul je gewoon dan alweer op. Zie je? Het hoeft niet altijd een bal te zijn. Stukjes slinger. En het is zo weer netjes. Ja, en daarom ook nog. Gewoon een kopje en een slinger en er zit er gewoon ook iets aan vast wat er niet, ja, dat is verkeerd gegaan in de machine. Ja, daar kan je niks aan doen. Zo. Nou, er zit ook licht iets verstopt, hè. Ja, hier zit ook lichtje. En daarachter zit er lichtje. Er zitten wel lichtjes in. Jo. Maar in ieder geval, dat is klaar, lieve vrienden. En ik ga nou weer even naar mezelf denken. Want het vergt heel veel van mij. En dan moet ik nog een vlog in elkaar zetten vanavond. Maar ik ga nou zo meteen voor Daro maken. En dan zien we... Vanavond, ja, we zien wel hoe het ruilt en zeilt. Want ik moet ook voor buiten, maar misschien dat ik dat morgen doe. Ja, je weet het niet, hè? Nee. Dus ja, lieve vrienden, zo maak ik dat dus, hè? Ja, zo doen we dat. Ik zou zeggen, geniet ervan. En heel veel plezier. En een hele fijne, liefdevolle avond. En ja, ik moet ook nog eten. Ik weet niet hoe laat het is, ik weet niks. Kwart over 6 of zoiets. Ja, ja, 13 minuten over 6, ja. Dus ja, ik ga eventjes pauze weer houden. Want ja, ik moet ook nog staan, hè. Iedere keer lopen en zoeken en doen. Ik had de bak met ballen op een stoel staan hier ook. Dus ja. En weer een lekkere puinhoop om me heen. Maar dat maakt niet uit. Komt allemaal goed. Ook dat moet dus weer opruimen, ja. De tafel moet weer netjes komen, want dat is ook nou een troep, allemaal naalden. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Doei, doei. Ja, jullie zien die takken daar nog liggen. Dat was dat kind. Dat is dus nog voor buiten. Ja, want buiten moet ik het nog doen. Maar het regent niet, het sneeuwt niet, het doet helemaal niks. Het is droog zover ik weet, maar toch wordt het... Ja, het is al zwart, maar ook toch wit. Het is wit aangeslagen. Ik denk dat het best vriest. Ik heb nog niet gevraagd hoeveel graden het is. Maar in ieder geval, dat zijn nog de takken voor en buiten. Moet nog mee bezig, maar nou niet meer. De eettafel is weer netjes. Maar ja, die gebruik ik toch niet. Nee. Ja, de boel erop uit te stallen. Maar ja, dat had ik nu gezien dat ik daarmee bezig was. Met die engel erbovenin en dat ik hem ophing. Maar ook is het andere klaar. Ik moet dat nog allemaal opruimen. Maar ik moet morgen toch nog verder. Kijk, die grote statief heb ik er weggehaald. Die lamp heb ik daarop hangen. Ik denk, ja, ik moet toch daar verlichting hebben als ik aan het werk ben. Ja, dus ik heb daar even het snoertje gehangen met de dimmer. Want ja, je kunt hem ook dimmen en alles. Dus ja, daar moet ik wel bij hebben. De salontafel is tot zover klaar. Ik heb gewoon 4 kaartjes aan de rest nog niet. Vind ik nog niet nodig. Bij de stal, nou ja, jullie weten het. Dat ik daar ook verlichting al in had. In de stal. Met mijn mannetje als elfje, engel en mijn schoonouders als engel. De pauw die staat anders, want anders kon je hem niet meer weer zien. Nee, de bloemen die zijn ook bijna verdwenen achter die takkenbollen.
Ja, ik ben weer helemaal trots op mezelf. Ja, nou dat ding, dat klokje, die twee klokjes ga ik gezien leggen buiten in een bak bij een kringloopwinkeltje. Het was maar een dubbeltje, ik hoef dat dubbeltje ook niet eens te betalen. Maar er moet even een andere verlichting in, die wat langer is dan deze. Dit zijn 20 lampjes, dan moet je toch wel even wat meer hebben, hè? Ja. Maar dan komt het misschien andere jaar wel weer. Nou ja, de rest dat weten jullie, hè. Ook dat dat mooie engeltje een mooi kerstliedje speelt. Maar ja, dat mag niet. Nee, mag niet laten horen, ja, een paar seconden. Dat is net zo min als dat klokje. Ja, kun je al trekken, zit zo'n dingetje onder. Maar dan moet je wel vasthouden. Dus ja, ik ben helemaal weer trots op mezelf en dat mag. Dat mag allemaal. Ja, ja, wat is een kind? Hé, joh, moeten jullie even naar buiten? Nou, dat mag. Ja, als jullie dat willen. Ja, ik voel wel neerslag. Heel klein beetje. Nou, laat ze maar even lopen en doen. Nou ja, en op de tafel, daar staat nog het spul ook aan verlichting, wat ik ook voor buiten nog nodig heb. En nog de kaarten die ik nog op de post moet doen. Maar ja, dat komt toch wel, andere week of zo, ja. Dus ja, en nou is het, ik moet nog eten en het is al bijna 9:30 en ik moet nog een video in elkaar zetten. Ken je dat? En daar staat de kerstboom. Ja, die is voor de booster. Dus ja, ik heb nog een hoop te doen de komende dagen. Komt u maar. Zo, gaat het even niet? Stel je wouwtje. Ik ga het patatje erover gooien. Jullie ook een vorig patatje. En daar hoor ik eentje zeuren. Meneertje Kandel. Ja, meneertje Kandel wil erin. En daar was die. Nou ja, daar staan de bakken die ik gebruikt. Maar de bovenste, daar zit spullen in voor buiten. Dus ja, die heb ik nou morgen of zondag nodig. En ja, ik moet nou even zien of ik dat weer hebben moet. Je moet niet zo zeuren. Maar in ieder geval, wat ik zeggen wil, zondag is het eerste adventzondag. Dus degene die, daar aan meedoen, moeten daar rekening mee houden. Want dan moet je één kaartje die bij je stal staat, daar heb je er vier staan als het goed is. Vier stuks, moet je de eerste aansteken. Dus ja, en ik begin altijd de verste vanaf mijn kant. Dus ja, en dan ga je genieten. Hè? Ja, nou. Ja, wij gaan ook genieten. Dus ja, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook zeker weer een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, dan ben ik weer. Ben met dat laatste stukje bezig. Maar dat laat ik mooi gaan, want ik ga met meisjes uit. En als ik terugkom, dan kan ik hem naar YouTube brengen. En dan moet ik nog naar Facebook eigenlijk, hè. Maar ja, want ik heb ook een nieuwe vriendschapverzoek gekregen. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Ja, ik weet al wie het is. En ik heb haar op TikTok leren kennen. Ken je haar aan. En ze woont in Friesland. Dus ik vind het helemaal leuk, ja. Dus, maar dat komt allemaal goed. Ja, kijk er wel naar uit. En wie weet dat we elkaar ooit leren kennen, want ja, Friesland, naar Harlingen toe is het een uurtje rijden, hè. Dus ja, je bent er zomaar. Dus, maar in ieder geval, ik ga mij warm aankleden, want het is min 1 graden. Ja, en ik ga weer wat lichtjes temperen, om de lichten weer wat minder aan te hebben. Want het kost een hoop stroom, hè. Ja, dus daar moeten we wel mee uitkijken. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht.
Doei!